Als het aan de provincie ligt, wordt de ruit om Eindhoven iets soberder van opzet. De provincie wil ten zuiden van het Wilhelmina-kanaal een twee-keer-tweebaansweg tussen Son en Helmond. De weg sluit aan op de A50 en de Kennedylaan in Eindhoven. De N279 ten oosten van Helmond wordt verbreed. Er komt in het plan van de provincie geen tunnel voor onder het Dommeldal. Die zou 230 miljoen euro kosten en dat is te duur. Wel komt er een brug over de Dommel bij Nederwetten. Het nieuwe plan kost minder geld. Het overgebleven budget wil de provincie gebruiken voor het verbreden van de A67, waar veel files zijn. Het nieuwe plan wordt de komende weken voorgelegd aan de regiogemeente.